Ik ben Tom, dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Sander Pad en... Mijn naam is Glenda. Zoals iedereen weet, nu natuurlijk tegenwoordig. Ondertussen wel. We gaan een aparte video opnemen. Waarom? Wij kwamen op idee om... Ja, voor noodvideo, ik had het natuurlijk over gehad. En dan kwamen we dit jaar eigenlijk op idee. Nou, het is geen noodvideo, het is eigenlijk een soort aparte thema. Ja, ja. En dat heet, mijn thema heet Mijn Verhaal. Achter, puntje. Ja. En dat kunnen allerlei verhalen zijn vanuit het, vanuit jouw leven, mijn leven, ja. Of van iemand anders leven. Of, ja, dus ja, sowieso. En waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over gescheiden ouders. Ja, gescheiden ouders. Ik denk dat heel, dat komt echt best wel vaak voor. Heel vaak. Zelfs nu op YouTube. Ja. Jij denk ook wel wie ik al weet al bedoel? Wie dan? En zo zijn ouders die zijn gescheiden. Ja, maar ook Thomas. Een YouTuber, die waren samen en die hebben een kind. Klopt. Die zelfs zijn uit elkaar. Ja. En Kinglert had er eigenlijk iets van gemeld. Heb je ja. Die gezien? Nee, die heb ik niet gezien. Want sommige dingen kan wel op YouTube, sommige is te vergeten had hij erover. Maar gescheiden ouders vind ik, dat is zo groot, dat kan je niet geheim houden. Ligt eraan hoe jij het wil, wat je wil. En wat gebeurt er? En jij die hebt besloten om het gewoon eigenlijk uit de doeken te doen. Want je bent nu oud en oud en wijs genoeg om dat gewoon... Zeg van oké, ik wil het nu vertellen aan de kijkers. Sowieso, maar sommigen, misschien weten sommigen al en sommigen die net nieuw kijken, hallo. Nou, mijn ouders zijn in ieder geval gescheiden. Als ze goed hebben om 12. Toen 2012 waren we gescheiden. Ik weet wel precies ergens in november officieel of in december officieel, één van die twee. Hoe oud was je toen? Moet ik even terugrekenen. 4, 5. Ik heb nou 14, 15 of zo? Ik heb een vriendje, die was 4. Ik denk 14, 15. Ongeveer. Dat is toch best wel jong. Ik vind, nou, dat kan ik zeggen, jong niet. Nou, het is wel jong. Het is in je puberteit. Dat wel. Ja. En toen stond je, hoe stond je er tegenaan? Dat je, want ja, ze beginnen denk ik met ik zag het aankomen. Ja, maar begonnen ze met ruzie te maken of wat deden ze? Ja, juist ruzie maken, ja. Over van alles en nog wat? Ja, van alles en nog wat. Ja, alles wat je elkaar kan benoemen dan. Ja, dit is zoveel, ik kan echt heel veel ruzie over maken. Ik kan bijvoorbeeld ruzie maken over geld. Ik kan bijvoorbeeld ruzie maken om... Een lucifer. Om kleine dingetjes. Het eten. Bijvoorbeeld. Nou, dat nou, ik stel maar meer echt van. Ja, overal kan je ruzie op maken eigenlijk. Maar ik vraag me wel af. Ik denk dat de meeste scheidingen komen met geldzaken. Maar dat durf ik niet te zeggen. Niet altijd. Nee. Of te veel ruzie. Het kan ook zijn dat heel veel mensen denken van nou, op dat moment ben je verliefd. En dan ben je getrouwd op een duur. En dan komt er een soort van dat ze toch denken van we horen niet bij elkaar. We passen niet bij elkaar. Ja. Maar ondertussen hebben ze dan kinderen, hè, net zoals wat jouw ouders hebben, dus hè, kinderen gekregen. En dan zitten ze ineens zo van. We hebben best wel veel ruzie. En we hebben best wel veel, eigenlijk niet veel gemeen eigenlijk. Ja. En dan gaan ze scheiden. En dan. Ja, er zitten meestal de kinderen ertussen, dus dat betreft jij. Nou, dat kan ik sowieso tegen jullie vertellen. Als je ouders gescheiden zijn, dus mijn ouders zeiden ze altijd zelfs, het ligt niet aan jullie. Ja, maar toen jij dat hoorde, hè? Het ligt niet aan jou. Alsnog krijg je dat gevoel. Ja, hè? Ja. Wat gevoel maar, wat voor gevoel kwam er dan doorheen van jou? Wat gaf dat voor gevoel? Ja, ik weet niet. Zo van, jij ja, zal het wel zeggen, maar... Ja, eigenlijk juist dat de ruzie door ons kwam. Of zo, of...
Ongeacht dat ze het toch tegen jou zeiden van... Alsnog. Maar hou dat echt, voor mensen die ook gescheiden ouders hebben, hou dat in je achterhoofd. Het ligt niet aan jullie. Nee, nooit. Nooit. Met jullie... Ik ben op een moment gaan denken en gaan kijken dat ze inderdaad niet bij elkaar passen. Later op een moment kom je pas achter, ja, het is zo. Ze passen niet bij elkaar. En welk moment was dat? Ja, een beetje 17, 18. En toen waren ze echt nog wel eerder, maar langzaam ging het al meer worden. Maar hadden jullie ook gesprekken ondertussen? Van, hoe bedoel je? Nou ja, dat het wel open bleef om te praten erover. Met je ouders. Ja, dat zeker. Ja, want je hebt ook heel veel ouders met kinderen. Ja. Ja, die bijvoorbeeld, dan liggen de kinderen op bed. En dan gaan ze bijvoorbeeld pas ruzie maken als de kinderen op bed liggen. En dan houden ze zich, en zijn de kinderen weer beneden. Of ze zijn weer naar school of wat dan ook. En dan komen ze weer bij thuis. En dan hoor je heel vaak dat ze dan heel positief en aardig zijn tegen jou. Weet je, als ouders zijnde. En dan hebben ze het er nooit over. Nou, stel de ruzie, dat zag ik wel. Het was gewoon erbij op. Er was zo'n te zien, dat deed ook gewoon toen wij bij waren, om zo te zeggen. Maar kon je dan nooit over praten van, oh, pap of mam? Nee. Er was niks mogelijk? Nee. Ze hebben zelf geprobeerd en dat lukte gewoon inderdaad niet. Jammer. Dus. Maar ik ken ook een verhaal, dus dat vind ik wel een hele apart verhaal. Ik ken niemand, ik noem geen namen, voor de zekerheid. Mm. En die verhaal... dat diegene gewoon ineens zelf weg is gegaan. En dat vind ik wel heel apart. Nou. Al waren ze al nog getrouwd. Toen waren ze al bij elkaar weg. En dat vind ik best wel, nou, niet vreemd verhaal, maar... Ik bedoel, meer een vreemd verhaal van dat heb ik nooit gehoord. Zo bedoel ik te zeggen. Nou, dat heb ik ook. Ik ben ook gescheiden geweest. Ja? Ja, ik ben ook getrouwd geweest. En? Hoe voelt dat? Voelt het anders als om kind te zijn, denk je? Ja. Zit er verschil aan dan, denk je? Ja, je beleeft het zelf heel veel meer bewuster. Ja. Kinderen die zitten ertussen. En die hebben het zelf niet voor het uitkiezen. Ze weten dat papa en mama gaan scheiden en meer ook niet. En wij hadden gelukkig geen kinderen. Er zit al wat anders tussen. Dat bedoel ik, dat is een heel verschil. Maar alsnog voel je als mens zijnde dat je denkt van, ja, hij gaat weg en we hebben ruzie constant. We hadden ruzie, echt constante ruzie, over van alles wat je zegt al eerder. Over van alles en nog wat, ik mocht zelfs niet eens naar buiten meer. Ik mocht niet eens met mijn vrienden, ik mocht niets meer doen. Hij had een hele, hele grote schuld, ook nog. Uiteindelijk heb ik hem gewoon gezegd van, joh, dit gaat zo nou niet meer, want we moeten uit elkaar. En hij wou niet. Hij wou niet gaan. Dat heb je ook nog. Ja. Ja. Oh, bizar. Ja. Dus ja, ik weet wat het is, weet je. En het is een soort rouwperiode wat je dan krijgt daarna. Want ja, dan is je vader of je moeder is dan weg. En dan ga je huilen, dan ga je krijgen zo van... ik mis mijn moeder of ik mis mijn vader. Ja. Nou, dat is ook niet echt zo eigenlijk. Dat is dus, dat is omdat ze dichter bij elkaar zijn, dan heb je minder. Denk ik. Maar ze kwamen wel altijd gewoon over de vloer als jij er altijd wel was? Of? Hoe bedoel je? Nou ja, toen ze gescheiden waren eenmaal. Ja. Waren ze dan nog wel gewoon op je verjaardag? Waren ze dan altijd nog, kwamen ze nog wel altijd gewoon op verjaardag gingen we apart. Apart? Je hoort ook wel eens dat ze voor de kinderen nog speciaal echt gewoon bij elkaar nog zijn. Dat heb ik ook gehoord, ja. Ja, dat doet een vriendin van mij. Maar hoe denk je er dus nu over? Want het is nou zoveel jaar later. Ja, ik vind het prima zo. Je woont natuurlijk ook nog op jezelf een tijdje. Dat is helemaal veel anders. Dan merk je niet eens iets. Eigenlijk. Ook niet over van als je vader belt of als je moeder belt. Van, ja, je vader heeft dit gezegd of dat gezegd. Nee. Hoe ga je daar dan mee om? Nou, gewoon. Dat ze gewoon al je ouders zijn in ieder geval. Ja, maar als stel nou dat ze zeggen van ja, maar papa heeft dit gezegd en mama zegt dat weer. En mama,
Wat zeg je dan? Wat doe je dan? Ja, ik weet hoe ze allemaal zijn natuurlijk. Ja, wat zeg je dan? Zoek het zelf maar lekker uit met z'n tweetjes. In principe wel. Ja. Ik vind dat het wel hoort. Ja, want je hebt er niks mee te maken. Ja. Zie. Dus. Knap voor jou. Ja? Ja. Ja. Het leven gaat gewoon door natuurlijk. Maar, stel nou hè. Ja. Stel nou dat jij inderdaad nu gaat trouwen. Tenminste nu, of een ja. tijdje. Ja, nou, ze zeggen wel vaak. Als je ouders, alles wat er bij je ouders gebeurt, dat je overdraagt. Ja, inderdaad, dat hoor ik ook heel vaak. Dus dan ben ik wel in de kant een beetje wel bang voor. Maar het hoeft niet. Nee, je hoeft niet in ieder geval. Ja, wat zou je er dan aan doen? Aan die angst. Je hebt angst. Niet over nadenken eigenlijk. Nee, maar dat is ook niet goed, want dan stop je het weg. En soms is het wel goed, want... Je gaat kijken hoe het... eigenlijk moet je gewoon kijken hoe het bevalt. Hoe nee. Ja, kan ik zeggen. Ja, nee, weet je. Dat is eigenlijk wel best wel moeilijk inderdaad. Ja, want stel nou dat jij... Ja, van een vrouw, je gaat houden van een vrouw, en weet ik het allemaal, je gaat trouwen, ja. Krijgt kinderen. En uiteindelijk kom je er zelf ook ineens achter van shit. Uh-oh. Ja, het past toch niet bij elkaar. Dan denk ik wel dat ik zo'n type vind dat ik afspraken ga maken. Al zou ik dan scheiden, dat ik zou ik afspraak maken, hoe gaan we dat oplossen, hoe gaan we dat doen. Echt duidelijke afspraken, gewoon... Ja, maar ook, hoe doe je dat met de kinderen dan? Ja, dat bedoel ik, juist afspraken maar met kinderen. Maar stel nou dat zij het moeilijk gaat doen. Dat heb je ook nog. Nee. Net zoals je moeder dus bijvoorbeeld doet. Ja, een goede vraag. Of, nou ja, je moeder. Je ouders kunnen moeilijk doen. Ja, dat is, ja. Ik denk dat iedereen... Ik denk dat hij elke keer wel zegt, mijn ouders doen moeilijk. Heb je dit ooit gezegd? Ja, ouders? Ja. Denk dat het zo herkenbaar is. Laat even weten anders in de reactie of jullie dat ook wel eens denken. Ik ben wel benieuwd naar. Nou, ieder kind heeft dat. Ik heb dat ook gehad. Ja? Die van, man, mam doet niet zo moeilijk. Pap doet niet zo moeilijk. Of doet alle twee niet zo. En dan loop je er even... Jeetje, moeten we nou dat alweer aanhoren? Ja, zo herkenbaar denk ik. Ja. Nee, maar ik bedoel het ermee te zeggen van, je bent nu angstig vanwege omdat je denkt van, nou ja, dat zal misschien mij ook eens een keer overkomen met het scheiden. Dat hoeft natuurlijk gelukkig niet. Ja, je zegt al, kan. Maar stel nou dat je inderdaad, hè, je krijgt kinderen, weet ik het allemaal, en je past inderdaad niet goed bij elkaar. En dat je ouders inderdaad, wat jouw ouders dus nu ook bijvoorbeeld doet, of ieder ouder die gaat scheiden, moeilijk doet, tegenover elkaar, ruzie maken, weet ik het allemaal. Ja. En de kinderen zitten ertussen. Ja. Hoe ga je dat dan maar oplossen? Ja, het ligt eraan eigenlijk elke ene kant hoe oud de kinderen zijn. Ik denk dat ook wel een rol meespeelt. Ja, ik zeg jong. En wat is voor jou jong? 4. 4, 5. Kleuter dus. Sowieso afspraken. Wanneer ik kind kan zien en wanneer dat ze bij haar zijn. Ja, maar als stel dat een kind zegt van ik wil bij papa zijn. Het kan niet. Dan ga ik met haar over spreken. Van mag het. Ja, maar je hebt zoveel scenario's over wat een... kinderen zijn altijd te dupe. Dat zie je zelf aan je eigen ook. Gelukkig is het bij jou goed afgelopen. Ja. Eigenlijk wel. Want je ziet allebei gelukkig je ouders nog steeds. Ja. En daar ben ik echt wel blij mee. Maar je hebt ook kinderen, daarom vraag ik het ook, van goh, je hebt ook kinderen die ertussen zitten. Ja. En die vader dus niet nooit meer zien, of de moeder niet meer zien. Snap je wat ik denk ook te maken heeft dat, ik ken iemand en die dat, ja, denk soms ook wel teken heeft van de kind zelf. Dat bijvoorbeeld... Ik zeg maar wat, dat een moeder zegt van, hij is zo zit hier in elkaar. Ja, tegenover elkaar opspelen. Juist. Denk dat ook wel, dat ook ermee te maken heeft. Ja. Maar dus ja, het is allebei anders. Je kan maar weet je, ik denk dat, als ik eerlijk mag zeggen, mijn mening, jij bent te lief, te goed om met iemand te... Nee, ja, als jij gaat trouwen, dat... Nee. Ik kan me niet voorstellen dat jij zou gaan scheiden. Nee? Dan zou die vrouw echt gek zijn.
Vind je? Ja. Weet je hoe vaak ik dan mensen heb gehoord? Hoor? Echt, super gek. Je bent zorgzaam, je bent lief, je bent, je doet alles voor jezelf, je vergeet bijna jezelf. Je geeft je hele leven bij de kant aan diegene. Bijna, ja. Ja. Tenminste, ja, vind jij dat? Ja. Oké. Ja, je hebt natuurlijk wel een beetje gezien, zeker door het vlog. Ja? Ja. Want en zij keek vaak wel als mijn vlog, ze wil ik pas bij zeggen. Ja, ook met diegene die ik dus... Liever geen naam noem. Piep, piep, piep. Ja. Dus drie piepjes. Dan weet iedereen ook wel waar ik het over heb. Die verdient... diegene verdient hem niet. Klaar. Ik vind dat zij jou niet verdiende. Nee? Nee, totaal niet. Jij hebt zoveel lievere vrouw nodig, een mooie vrouw, een lieve vrouw, een zorgzame vrouw, die gewoon op een gelijke niveau staat met jou. En die begrijpt en die sociaal is en die ook gewoon meegaat is met andere mensen en vrolijk is. Oké, niet altijd, hoeft niet altijd te zijn. Nee, vrolijk, ik denk dat niemand met jou praten kan en die alles uit kan praten en... Niet alleen maar afzeikt en jou afkraakt. Dat ben jij niet. En dat heb jij niet. Nee, dat vind ik niet dat jij dat verdient. Klaar. Nee, je bent zo lief en zo zacht. En... Als, stel nou dat ik nou heel klein nog was zou zijn. Als een klein meisje. Ja. Klein... En ik had jou als vader. Nou echt hè. Ik had echt iets weerdertje. Ik had mijn papa gezegd. Mijn papa is de liefste van de hele wereld. Echt zo? Ja. Ja, serieus. Dat zeg ik echt niet alleen maar vanwege jullie. Maar of dat jullie in de volgende vlog. Nee. Zo. Ja, je bent echt een super lieve papa zou ik zeggen. Wauw. Ja, daar word ik echt sprakeloos van. Ja, mooi hè? Ja. Wat zouden jullie ervan vinden? Wat, vind jij ook dat Sander een lieve papa zou kunnen zijn voor de kinderen? Ik denk het van wel, maar ik weet wel zeker, 100% zeker. Nou, zelfs 200% zeker. Ik weet wel zeker, ja. Ja. Ik denk nog hier ook maar wel afsluiten deze video. Ik krijg rode wangen. Ja, ik word er rood van. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Ja. Heb jij ervaring met gescheiden ouders? Laat het even hier weten. Ja. En als je vragen hebt... Ik mag ook nog. Ja hoor, niks is te gek, dat weet je. Voor de vorige vlog heb je dat ook niet in de video. Je mag alle vragen stellen wat je wil. Of aan mij, of aan Sander, of aan alle twee. We antwoorden ze allemaal. Niks is te gek, niks is te raar. Nee. Nogmaals, dus... Laat het maar ons weten. En dan zeggen we hierbij later.